economie had verschillende richtingen in en marketing was gewoon de richting die het meest aansprak. De andere, boekhouding en ja, dat was iets saaier, vond ik. Marketing is echt wel meer flashy. Ik bedoel, je hebt de reclamecampagnes, je hebt de media, dat spreekt toch wel een beetje tot de verbeelding. Direct na mijn afstuderen ben ik eigenlijk begonnen bij Flair als eventcoördinator voor de Flair Shopping Day te ondersteunen. Dan heb ik met interims een aantal extra projecten eigenlijk gedaan bij Sanoma. Allemaal samen heb ik een jaar op Flair & Story gezeten. Ik ben bij de persgroep komen solliciteren. Ben ik eigenlijk in een recordtempo ongeveer aangenomen. Achter een maand mocht ik hier al beginnen. Ben ik 3 jaar op de morgen als projectmanager aan het werk geweest. En doordat ik eigenlijk daar ook in gegroeid ben in die job, waar je in het begin enkel verantwoordelijkheid krijgt over het project en over de uitwerking van het project, kreeg je dan ook de verantwoordelijkheid op het einde voor al projecten te onderhandelen. En toen zat er een vacature op TV-familie als marketingmanager, die eigenlijk een trapje naar boven is. Eigenlijk tijdens mijn studententijd was echt heel raar. Als ik altijd zeg van, de TV-familie, ik las altijd. Ik zou zo geweldig vinden om daar ooit de marketing van te doen. En dat is een jaar naar mijn hoofd gegaan. En uiteindelijk ben ik in de media beland, stilletjes aan, en ook op die functie. Wat ik nu doe eigenlijk als marketingmanager op TV-familie, ik krijg in het begin van het jaar mijn jaarbudget. Ik moet gaan verdedigen naar de directie van wat ik ermee wil doen dat jaar. En dan ga ik eigenlijk alles gaan beslissen voor de promotie en de versteviging van mijn merk. Dus dat is dan bijvoorbeeld een actie die op TV-familie zit, bijvoorbeeld een boek, een dvd, een juweel. Dat is bijvoorbeeld een marktonderzoek, dat is een strategieoefening op lange termijn. Dat is bijvoorbeeld een abonnementactie. Dus bijvoorbeeld als hij abonnee wordt, krijgt een Dolce Gusto cadeau. Het zijn allemaal dingen die ik zowel ga onderhandelen, ga regelen, ga uitwerken. En ook alles van de communicatie, of dat nu een tv-spot moet worden gemaakt, een advertentie, een affiche. Alles passeert via mij, ik beslis hoe alles eruit ziet. Dus dat is eigenlijk enorm, enorm variërend en heel boeiende job eigenlijk.